Kiezen. Rusten. Ik. Ik. Hey. Ha. Hou van jou. Hou van jou. Anneline is bijna 6 maanden zwanger als ze voelt dat er iets mis is met haar baby. Met 2 eerdere baby's die ze verloren is, besluit ze direct hulp te zoeken. Gelukkig werkt ze in een ziekenhuis en vindt ze een gynaecoloog die haar wil onderzoeken. Ze wordt met spoed naar het Erasmus gestuurd vanwege een losgelaten placenta. Even later worden William en Anneline de trotse ouders van Elodie. Maar ze is ruim 3 maanden te vroeg geboren en weegt slechts 785 gram. De 3 intensieve maanden die volgen splitsen Anneline en William zich op tussen het leven thuis met hun bijna 1 jaar oude Charlotte en het leven op de afdeling neonatologie. Maar gelukkig gaat Elodie heel goed. Na 3 maanden groeien en aansterken mogen ze naar huis en gaat eindelijk Elodie haar grote zusje Charlotte ontmoeten. Inmiddels zijn we 1/2 jaar verder en ik ga kijken hoe het met ze gaat. Ik hoor al van alles. Hallo. Hallo, kijk eens. Hallo, hoe is het? Gaat het goed? Gaat het goed? Zal ik naar binnen komen? Mag dat? Wat gezellig zeg. Leuk om jullie weer te zien. Ja, gezellig dat je er weer bent. Hoe is het met je? Gaat goed. Gaat goed. En hoe gaat het met deze mevrouw? Hallo. Even stop toch die strik, hé. Hallo, ja, je hebt een hele mooie strik om. Kijk nou toch eens. Ik moet even naar jou kijken hoor. Kom maar, moet die af, lieve. En vertel eens, hoe gaat het met Elodie? Ja, gaat goed. Ja? Ja, gaat goed. Iedereen ziet natuurlijk als eerste de zonde, maar wij zijn er blij mee. En waarom heeft ze die zonde? Nou, ze was er heel snel van af toen ze thuis was, want ze dronk gewoon netjes. Toen kreeg ze last van reflux. En toen ging dat drinken minder en minder. Maar het ging nog. Ja. Alleen steeds meer strijd. En nu, ze heeft nu de tweede zonde, ze zit er nu bijna 2 maandjes in of zo. Okay. Toen wilde ze gewoon niet meer drinken. Helemaal niks meer bij de mond. Oh nee? Dus toen zeiden ze, joh, ze krijgt een time-out, zonde erin. Even. En op dat moment ben je zo blij dat er een zonde bestaat. Ja? Ja. Merkt u meteen verschil? Nou, ze kreeg gewoon honger, dus het was echt... Ze is altijd vrolijk, maar ze ging alleen maar huilen van de honger. Ach. Maar als je dan een fles gaf, dan wilde ze echt niet drinken. Dus toen die zonde erin, nou, dat was echt een hele rust voor iedereen. Ja, ja, ja. Want het was en 1/2 uur strijden voor 1/2 fles. En helemaal verdriet en paniek. Wat zielig. En het kwam door de reflux. Nou, we zijn naar de kinderzorgkliniek doorgestuurd. En daar zeiden ze van, joh, er is daar gewoon in het ziekenhuis... Dus 3 maanden is er van alles bij de mond, bij de neus en de gezicht gebeurd. Ja. Vond ze niet leuk. En nu die reflux erbij maakt alles negatief wat bij de mond gebeurt. Dus daarom wil ze het niet meer. Een negatieve associatie. Ja. Maar dat is inmiddels wel aardig weg, hoor. Dus alles gaat de mond in. Dus nu is de logopedist komt dan thuis. Om toch proberen dat ze dan langzaamaan nu en gaat eten en wat gaat drinken. Oefenen. Dat is toch ook wat? Nou, joh, als dit het is. Ja. Dan zeg jij... William die zegt steeds, joh, ik heb echt geen 18-jarige gezien die nog steeds een zonde heeft, hoor. Die gaat er vanzelf wel een keer uit. Dus nou ja, prima. En hoe is het verder? Ja, goed. Het is echt een heerlijk last kind. Andere dingen, hoe ontwikkelt ze zich? Ze is lekker aan het spelen, ze grijpt alles beter, gaat steeds meer de mond in. Dus ja, en verder, ja, ze is heerlijk makkelijk. En hoe sta je er zelf in? Ja, het gaat heerlijk zo. Ja? Ja hoor, zolang ze gewoon lekker blijft ontwikkelen en vooruit gaat, dan ben ik blij. Ben je gelukkig? Ja hoor, zeker weten. Oh, wat goed. Ja. Is er een moment wat je heel erg is bijgebleven uit het ziekenhuis? Het is altijd wel spannend geweest, want dan denk je, ja, voor hetzelfde ligt er nog weer een virus op de loer. Of dan krijgt ze een infectie. Of... Maar gewoon, ze zeiden van tevoren, die eerste week is gewoon heel belangrijk. En die zijn we echt een soort overleefd, zeg maar. Dat je... ja. En na die eerste week durf je een beetje adem te halen. Maar nog lang niet dat je dacht, we zijn er. Hé, hey, klein meisje. We gaan naar papa. Kom eens even hier, meisje. Ja. Nou, de eerste keer buiten vind ik best spannend. Ik moet er gewoon even aan wennen. Dat het zo klein is en alle toeters en bellen die erbij komen kijken. Dus dan laat ik het liever aan Lien over. Maar inmiddels kom ik er niet meer onderuit. Ja, je stapt natuurlijk gewoon ergens in en je hebt allebei helemaal geen idee wat er gebeurt. Er gaat een hele nieuwe wereld voor je open. Ja, ja. Had nooit open hoeven gaan, maar het heeft ook wel dingen gebracht. Zoals? Wat heeft het gebracht? Nou ja, je leert gewoon het leven echt nog meer waarderen.
Ja. Je bent wel echt, als je daar ook ziet, eigenlijk is het ook een supermooie afdeling. Wat daar allemaal kan en wat er allemaal gebeurt. En hoe ze daar voor die kinderen gewoon echt alles doen. Dat is wel ook echt heel mooi om te zien. En ontwikkelt Elodie zich helemaal zoals ze zou moeten volgens haar gecorrigeerde leeftijd? Ja, ja, ja? Dat gaat gelukkig. Dat gaat gewoon goed. Wat fijn. Ja, dat is heerlijk. En het is gewoon een heerlijk kind. Geen andere dingen die ze daarna heeft overgehouden? De ogen zijn gelezerd. De oogarts kan je dat echt veel beter vertellen dan ik. Maar ik weet dat de vaten die ontwikkelen in je ogen, die ontwikkelen in je baarmoeder anders dan daarbuiten. Mm-hmm. En dat kan dus niet helemaal lekker gaan. En dat ging bij haar dus niet lekker. En dat kan echt voor allerlei problemen zorgen. Wat uiteindelijk dus gewoon gaat betekenen dat, zoals ik het begreep, er netvlies los zou laten. Ja. En dat wil je natuurlijk niet. Nee. We moeten nu over 4 maandjes of zo weer terug. Oké. Okay. Dat zal toch echt een brilletje worden. Ja. Ja. Krijg jij dan een brilletje, Elodie? Krijg je dan misschien een brilletje? Ja, hè? Maar dat staat jou vast heel leuk. Ga je zitten geeuwen? Ja. Nee. Ik ga zo lekker slapen, hè? Mag ik mee haar naar bedje brengen? Oh ja, tuurlijk. Ja, ja hoor. Ga ik slapen? Mee? Wat zie je daar? Schattig. Zusje, ja. Daar gaat zusje slapen, ja. Goed zo. Ja. Oh, kijk eens. Wat een snoezig kamertje. Moet een zachtje zijn. Moet een zachtje zijn. Wat heb je een lief kamertje. Ja, is leuk, hè? Och, kijk nou met die kleertjes. Kusje. Dan zeg je tru. Trusten. Ik. Ik. Ha. Hou jij jou. Hou van jou. Oh, Annelien, dit is zo lief, dit. Het is zo lief. Oh ja, dat doe je hoofdstoten. Au. Uitkijken voor zus, hè? Pas op. Oh, word je er blij van? Ja. Kom maar. Ga je groet geven aan zus? Ja. Goed zo. 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 Leg mama een beetje zo bij. Slaap lekker. Ik slaap, ja. Doei, doei. Je mag niet zo lachen. Mama. Doei, doei. Maar ben jij een lieve moeder, Annelien? Echt, je bent een hele lieve moeder. Dat is echt wel. Ik weet niet of zij dat ook zegt, hè? Ik denk het wel. Kom. Zeg maar, doei, zusje, doe ons. Bye, bye. Slaap lekker. Naast Elodie hebben we in Handen aan de Couveuse nog veel meer baby's en hun ouders gevolgd. Ben je benieuwd naar hun bijzondere verhalen? Stream dan alle afleveringen op nposstart.nl.